Ik ben Jan Willemme van het loonbedrijf Willemme. Wij zijn gelegen in Staabroek, dat is ten noorden van Antwerpen. Wij hebben een melkveebedrijf met een 100-tal melkkoeien die met 2 melkrobots gemolken worden. En daarnaast hebben wij een loonbedrijf dat zich vooral specialiseert in het ruwvoederwinning en mest uitrijden bij melkveehouders. Ons bedrijf is een familiebedrijf. Mijn vader en ikzelf zijn het meest actief in het loonwerk. Mijn moeder neemt dan eigenlijk het melkvee voor haar rekening. En mijn zus doet dan bijspringen waar het nodig is. Wij werken met ongeveer een 10-tal personeelsleden die op zelfstandige basis komen helpen wanneer het nodig is. Onze klanten zijn voornamelijk melkveehouders en dat gaat van mensen met 30 koeien tot bedrijven met 200 koeien. Daarnaast hebben wij ook enkele geithouders voor melkgeiten die het natuurlijk secuur werk vragen van ons. Ook daarnaast is in de buurt hier vooral naar de richting van Nederland is akkerbouw, waar dan we ook met de pers stro en graszaadooi persen. Wij hebben een front- en zijmaaier van Kronen. Daarnaast hebben we twee ruwers, de Swadro 1400 Plus en dan een middenafleg van 8 meter. Dan hebben wij van de persen de maat 80-90 en 120-90. Dan hebben wij de twee ZX430 oprapwagens en dan hebben wij hier de hakselaar, de Big X600. 15 jaar geleden zijn wij gestart met een ruwer van Kronen. En daarna zijn we echt begonnen met Kronen in 2016 met een groot pak pers te kopen met nokkenkoppeling in plaats van de breekbout. En sindsdien zijn wij eigenlijk altijd Kronen blijven bijkopen. Op jaarbasis doen wij ongeveer 2500 hectare gras, waarvan het overgrote merendeel met de opraapwagens gebeurt. De klanten vinden dat gewoon beter hier. Ook de kostprijs om de capaciteit om de kuil te kunnen bijhouden, vragen de mensen vooral de oprapwagens. Het is enkel in de eerste snede dikwijls dat echt massaal gras is, dat de hakselaar erbij komt. Maar in de rest van het jaar is het bijna altijd oprapwagens. Toen onze oprapwagens aan vernieuwing toe waren, zijn wij natuurlijk gaan rondkijken en ook bij Kronen. En als je dan de technische verschillen ziet, ja, en dat is bijna te veel om op te noemen. Je hebt de hydraulische pick-up, je hebt de powerband aandrijving. De wagen is gewoon zo stevig gebouwd, een hydraulisch onderstel. Het is een korte wagen, doordat de voorwand naar voren klapt, zit de wagen kort bij de trekker. En dat is hier in de streek zijn ook kleinere percelen. Waar dat je moet opgedraaid geraken of aan de kuil moet je kunnen geraken. En dan heb je met deze wagen toch veel inhoud en toch wendbaarheid. Ook een pick-up zonder curvebaan en een hele goede laadautomaat zit erop. En al die dingen, wij kopen geen andere wagen niet meer. De klanten vragen hier voornamelijk voor de oprapwagens, ook om enkele redenen. De snijlengte is gelijkwaardig aan de hakselaar. Aan de kuil is het veel beter te managen om de kuil goed verdicht te krijgen. Met de oprapwagen is het ook gemakkelijk mogelijk om op verschillende percelen dat gras door elkaar in de kuil gaat, dat een homogene kuil verkregen wordt. En de capaciteit met twee oprapwagens is dikwijls groter dan met de hakselaar. En ook de kostprijs, een hakselploeg of de oprapwagen voor de landbouwer, is ook gunstiger natuurlijk. En ook enkele landbouwers die zelf de kuil vastrijden met een oprapwagen, wat met de hakselaar niet zou gaan. Wij gebruiken de wagens natuurlijk om op te rapen, maar daarnaast ook om naast de hakselaar te rijden, dikwijls. Ze zijn dan toch aangepikt. En ook in de maïs, als ze dan rijden ze mee voor als transport is. Normaal rijden wij met kippers om de maïs netjes aan te kunnen zetten. Maar als het verder rijden is of er moet in de loop van de dag nog een najaarsnede opgerapt worden, dan kunnen ze 's morgens mee in de maïs en 's avonds het gras in. En het zijn echt dubbeldoelwagens en zo worden ze ook gebruikt hier. Maar als je drie verschillende moet weten, dan heb je capaciteit op één, compact en gemakkelijk bedienbaar. Ik denk dat de drie voornaamste punten van de wagen zijn. Met onze machines werken wij voornamelijk met Abemec Nederland.
met daar het Big Team. Voor de ruggers zitten wij bij een dealer hier kort erbij, Peters van Essen. Die, ja, als er iets krom gaat of dergelijke, dan helpt hij ons uit de nood, dat hij kort erbij is. Maar het winteronderhoud en dergelijke, dat is van ABMEC met het Big Team, waar dat wij heel tevreden van zijn. Ook het onderhoud van de machines doen we voornamelijk zelf. Het Big Team komt langs, brengt alles in kaart wat er moet gebeuren. Dan voeren wij dat uit en dan komen ze daarna nog eens kijken of dat we het goed gedaan hebben. En dat werkt kostenbesparend en machines zijn toch nagezien zoals het moet, zoals het hoort. En dat werkt heel prettig. Ook de ondersteuning met Jeroen Manders van ABMEC is ongelooflijk. Als er iets is en we telefoneren, die kan dat eigenlijk 9 van de 10 oplossen door de telefoon. Wij kiezen voornamelijk voor Kronen, omdat de machines beter zijn technisch dan die van de concurrentie. Ze ontwikkelen ook steeds verder door. Ook onze machines krijgen nog ombouw. Als er iets veranderd wordt, komt er gewoon een ombouw op. Wat dan dikwijls nog gratis is ook. Ze zijn stevig degelijk gemaakt. Betrouwbaarheid is ook de restwaarde is altijd in orde. De samenwerking met de mensen en de machines van Kronen is fantastisch. En dat gaat in de toekomst zeker zo blijven.